Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de ondernemer Wilgo Babu zijn van plan samen te werken aan een gemberproject in de buurt van het dorp Lebidoti aan de oostelijke oever van het Brokopondo-Stuwmeer. Babu zal een areaal van 1 hectare ontbossen en inrichten volgens de instructies van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, DOAB. Het team van DOAB heeft metingen verricht en grondmonsters opgenomen op het areaal waar de ondernemer van plan is gember te telen. De monsters zullen onderzocht worden en aan de hand van de resultaten zal een plan van aanpak worden geformuleerd. De directeur en de minister hebben het traditioneel gezag geïnformeerd over de voorgenomen plannen.